Hallo. Hallo en welkom in deze video waarin dat ik samen met jou een healing ga doen, waarin dat we samen gaan werken met de violette vlam, de gouden vlam en de paars-groene vlam. Het is belangrijk dat je ongeveer 20 minuten de tijd hebt om de healing te ontvangen. En je kan kiezen om neer te gaan liggen of in meditatiehouding te zitten. Maar zorg dat je een comfortabele positie neemt, aanhoudt, zodat je eigenlijk gedurende die 20 minuten ongeveer kan blijven zitten of liggen. Deze healing is opgenomen zonder muziek, zodat je zelf kan kiezen wat je nodig hebt. Welke muziek je nodig hebt, heb je liever geen muziek, want iedereen is anders en iedereen heeft andere noden. Dus vandaar de bewuste keuze om geen muziek op te nemen. Je kan ook gewoon de tekst lezen, kijken wat je nodig hebt of hoe dat de healing gaat aan en dat eigenlijk op je eigen tempo ook gaan doen. Want uiteindelijk is de healing niet zo moeilijk. Zet even de video op pauze als je een aantal zaken wil klaarzetten, zoals muziek of zorg dat je ook water hebt. Misschien een dekentje, zodat je niet koud krijgt. En dan gaan we zo dadelijk verder. Zo, eenmaal dat je goed en comfortabel neerligt of zit, sluit je ogen en focus je aandacht op je ademhaling. En de bedoeling is dat je via je neus inademt en dat je dat doet in drie tellen. Dus inademen 1, 2, 3. Hou even vast. En dan adem je uit via je mond in vier tellen. Dus. En dat doe je een paar keer totdat je meer rust voelt. Dus je ademt in via je mond en via je neus in drie tellen. En weer uitademen via je mond in vier tellen. 3, 2, 1. En eenmaal dat je dat gedaan hebt, of terwijl dat je dat nog verder doet, kan je ondertussen vragen aan je hogere zelf, je gidsen of aan de lichtwezens van de eenheid, voel voor jezelf tot wie jij jou aangesproken voelt. Vraag aan om je grondingscode te optimaliseren. Blijf rustig in- en uitademen. En ik kan visualiseren hoe dat je die grondingscode, die vertrekken, twee van onder aan je voeten, één ter hoogte van je stuit, dus van je basischakra, en één ter hoogte van je pijnappelklier, hoe dat die helemaal tot in de kern van de aarde gaan. En hoe zie je jouw grondingscode zich daar vastgechten, helemaal rond de kristallen kern van de aarde. Voel hoe dat die krachtiger worden, voel hoe dat de energie helemaal tot in de aarde stroomt. En vervolgens vraag je aan de violette straal om je volledige energieveld te vullen. Het maakt niet uit van waar dat de violette straal komt, ze is er. En je ziet hoe dat die straal verandert in een vlam, ter hoogte van je hart. Je volledige aura is gevuld met de energie en het licht van de violette straal. Je voelt de warmte van de violette straal, de violette vlam. En de violette vlam is hier om jou te helpen oude systemen, gedragspatronen, oude structuren weg te branden. Dus eigenlijk alles wat je niet meer nodig hebt, alles wat je nog voor een stuk beperkt, alles die tot je oude jij behoort. En je vraagt aan de violette vlam om alles wat je niet langer dient te transmuteren. Het is niet nodig om zelf te zeggen wat er moet getransmuteerd worden, want met ons mentale denken, met ons logisch denken, weten we niet altijd waar dat er nog onbewuste blokkades zijn. Dus laat het over aan de vlam, laat het over aan de lichtwezens van eenheid, laat het over aan jouw gidsen.
en bleef gedurende enkele minuten gefocust op de violette vlam. Voel en zie en weet ook dat die violette vlam alles transmuteert die nog in je lichtsysteem en in je lichtlichaam zit. Gaande van je energetische lichtlichaam naar je mentale en emotionele lichtlichaam en ook in je fysieke lichtlichaam. Helemaal tot in elke cel, tot in je DNA. Zodanig dat je meer en meer verbonden wordt met de blauwdruk die je bent. Wanneer je voelt dat de violette vlam klaar is, zie je hoe dat een paars-groene straal via jouw kroonchakra, en dat is eigenlijk jouw hoofd, jouw energieveld helemaal omhult. En deze straal helpt je met de huidige updates en integraties, waardoor je minder last zal hebben van ascensieverschijnselen. Of dat je meer de kracht zal hebben om erdoor te gaan, om dat te aanzien voor wat dat is. Dus laat deze straal, de paarsgroene straal, doorheen verschillende lichtlichamen stromen, net zoals je met de violette vlam gedaan hebt. En voel ook hoe dat ze door je arm en je beenkanalen gaan, zodat elke cel gevuld is met deze paars-groene energie. En geef vervolgens toestemming om je volledige systeem te resetten, je volledige 12-delige chakrasysteem te activeren en af te stemmen op het nieuwe kristallen grid van de aarde. En dat kan je gewoon doen door te zeggen van ik geef volledig toestemming om mijn systeem te resetten, mijn 12-delige chakrasysteem te activeren en af te stemmen of af te tunen, fijn te stemmen, te verbinden op het nieuwe kristallen grid van de aarde, die reeds in hogere energieën geankerd is. Dank u. Laat de paarsgroene straal nog even zijn werk doen, terwijl je ondertussen visualiseert hoe je grondingscoden opnieuw aangepast worden aan je nieuwe lichtfrequentie, aan je nieuwe energiefrequentie. En op het ogenblik dat je dat visualiseert, ga je ook voelen dat die paarsgroene straal meestroomt doorheen je grondingscoren. Om oude gehechtheden los te laten en te zuiveren. Want deze paarsgroene straal is een dynamische straal. Die energie komt en gaat wanneer je het nodig hebt. Dus niet alleen nu, maar ook in de toekomst kan je gewoon vragen en de helende kracht van deze straal en zijn vlammen ontvangen. En laat de paarsgroene straal samen met je grondingscode opnieuw helemaal tot in de kern van de aarde gaan, zodanig dat die ook helemaal rond de kristallenkern van de aarde geankerd zijn, zodanig dat je grondingscoden geoptimaliseerd zijn voor je huidige energie. En om deze healing af te sluiten, roep je vervolgens de gouden straal aan. De gouden straal is verbonden met de bron en omvat eigenlijk alle andere stralen en alle andere kleuren die mogelijk zijn en waarmee we dat ook kunnen werken. En zie hoe dat de gouden straal, via je hogere chakras contact maakt met je kroonchakra. En je kroonchakra is eigenlijk
helemaal bovenaan je hoofd. En daar opent de kroonchakra verder en zorgt de gouden straal er ook voor dat je kroonchakra beschermd wordt. Dat je energiesysteem beschermd wordt. Je bent veilig. En laat vervolgens de gouden straal verder dalen in je kristalline lichaam. Om via je pijnappelklier, die ongeveer in het midden van je hoofd zit, om via die klier je derde oog te gaan vullen. En doorheen je derde oogchakra te stralen. Om verder je keelchakra te openen. De gouden straal stroomt op die manier verder door, zodat ze eigenlijk elk chakra in jouw systeem doorlopen heeft. Totdat ze uiteindelijk via je voetchakra's naar de chakra net onder jou komt. Dat is jouw aardester. En deze verbindt je met je bestaansreden en ankert je energie in je lichaam. En zie hoe dat die gouden straal je energie nog verder ankert hier op aarde. Laat de gouden straal verder via je grondingskoren tot in het hart van de aarde stromen, net zoals hij met de vorige straal gedaan hebt. Om op deze manier ook de aarde van dienst te zijn en jouw energie verder te ankeren en te gronden. Blijf nog even zo zitten. Het kan zijn dat je wat temperatuurverschillen in je lichaam voelt, dat je wat tintelingen voelt, sensaties. Als je pijn voelt, vraag dan om de energie aan te passen. En wees dankbaar voor deze healing. En als je klaar bent, laat je de stralen als kleine vlammen verder hun werk doen in je lichtlichamen. Zorg dat je voldoende water drinkt en rust wanneer nodig. En hou er rekening mee dat deze healing een langdurige werking heeft. Het helpt je fysieke lichaam eigenlijk verder alles integreren. En je kan het ook meermaals opnieuw doen. Want je krijgt nooit te veel of je krijgt nooit te weinig. Door te werken met de goddelijke vlammen krijg je eigenlijk altijd hetgeen wat je op dit moment nodig hebt. Wat eigenlijk telt voor elke healing die je ondergaat.